Yo mensen, Riley met vandaag weer een nieuwe Q&A video. Op de achtergrond gameplay zullen jullie kozen of wat voor een free for all potje. Ik win hem uiteindelijk wel. Best wel redelijk, best wel dik eigenlijk. Ik denk dat een 30 en die andere nog 22 denk ik zoiets. Best wel lekker potje. Niet dat ik een B-score haal ofzo, maar het is gewoon lekker naar te kijken. Op de vorige Q&A hebben wij 8 likes gekregen, dat is echt weinig. 8 likes. Probeer eens om 20 likes, dus dat is wel mooi voor een Q&A. Want ik krijg toch geen geld voor YouTube, hè. Dus zie dat je mij gratis geld tot likes. Door likes krijg je sowieso geen geld, hoor. Maar alsnog. Maar laat alvast een andere vraag achter die ik dan volgende keer kan beantwoorden. Je mag gerust 5 vragen zijn die je stelt. Helemaal geen probleem. Maar dan kan ik even wat Q&A's maken. Dus in ieder geval, voor eerste vraag is van SpongeBob 410. Ja, mijn spoilers was weer mensen. Q&A, ik lach me helemaal dood om jou. Wauw. Voor mij schrijf je het al verkeerd. Wauw. Laat nog een keer. Dus je moet nog een keer de oude achter zetten. Snap je? Dat is goed. Want ik zeg het dubbele. Wauw zeg ik. Niet wauw, maar wauw. Dus je moet het iets langer maken. De volgende vraag is van Slender Vogel Gaming. En die zegt. Misschien livestream met 500 subs. Dat kan ik op gerust doen, livestream. Dus geen probleem, alleen mijn internet kan het soms niet aan. Dus ik moet dan alleen thuis zijn. Uit vakantie op zich is dat dan geen probleem. Maar dan zou ik op zich aan kunnen. Dus ik zal misschien niet gelijk met de 500 subs een livestream doen. Maar misschien wel voor mijn 510 subs dan alleen thuis bij zijn. Maar. Dus dan moet ik even kijken. De volgende vraag is van Prettig Houtman. Ik vraag de Q&A, wat vind je geil aan SpongeBob? De SpongeBob zelf, dat gele sponsje. Ja. Het is een spons. Ik zou zo niet weten waarom je een spons geil zou kunnen vinden, maar. Ik vind ze lach wel geniaal. Ik keek er vroeger eigenlijk altijd wel altijd hoor. Stopte vroeg om 7:30. Ouders zijn helemaal gek van een lachje. Vond ik wel grappig. Maar, volgende vraag is van Frank Korkman. Vraag Q&A, heb je al een keer seks gehad? Nee. Dat weet ik niet. Ja, hopelijk ook nog niet. Dan gaan we naar een vraag toe. Die van SpongeBob. En die is enorm lang. Ik heb hem al een aantal keer gelezen om even te kunnen begrijpen. Want als je hem eerst kunt lezen, dan begrijp je hem niet gelijk. Dus hou je vast mensen. Pak even wat chips. Pak wat lekkers. Doe wat, want het is een enorme vraag. Het is ook een enorm antwoord. Ik ga beginnen. Q&A. Zou jij met een vliegtuig door een gebouw vliegen? Waarbij 2 gevangenen overlijden die wel iets slechts gedaan hebben, maar niet iets heel ergs. Bijvoorbeeld de panties gestolen van je moeder. Daarvoor ga je de gevangenis in, maar maakt niet uit. Ze hoeft maar 3 jaar te zitten. Dus je moet dat doen en dan krijg je 1 biljoen subs en 20 lekkere wijven. De geluksman op aarde. Dus een bijna de geluksman op aarde. Niemand weet. Dat ik het gedaan heb. Dus niemand weet dat ik in een vliegtuig heb. Dus ik zit zelf ook in een vliegtuig, hè. Maar ik overleefde. Ik overleefde een vliegtuigcrash wel. Dus ik moest zeg maar met 2 gevangenen die de pensie van mijn moeder gestolen hebben. Moet ik in een vliegtuig gaan. Vervolgens met het vliegtuig in een gebouw crashen. Ik overleefde uiteindelijk. En dan krijg ik een biljoen subs en 20 lekkere wijven. En ben ik vervolgens lekkerste. De gelukkigste man op aarde. Voor mij is de vraag zo goed eigenlijk. Hoe ik het begrijp. Maar zou ik dat doen? Nee. Want als je een gebouw invliegt, dan gaan wel meer mensen dood dan alleen die 2 mensen die de panties gestolen hebben voor mijn moeder. Dus. Nee. Ik zou het niet doen. En vervolgens zeg je dat je geluksman op aarde bent. En ik denk dat je daarna niet bent. Want ook al overleef je het, dan heb je sowieso wonden. Dus dingen die je al gebroken hebt. Van alles heb je dan. Misschien word je bijna verbrand voor een gedeelte. Dat kan natuurlijk ook. Ja, vliegtuig ontploft uiteindelijk. Dus zou ik dat dan doen? Nou, ik zou het sowieso niet doen. Want dan ben je echt niet de geluksman als je dat op je geweten hebt. Ook al weten de gevangenen niet, want geloof me, als je dood bent, zou de gevangenen sowieso niet weten. Maar de mensen ook niet weten. Maar nee, het is toch eeuwig met een gevoel. Ik zou het niet doen. Geniale vraag.
Er zit vast al wat tijd in om te bedenken. Maar ik zou het niet doen. Nee. Eens even kijken. Volgende vraag is van Slender Vogel Gaming. Hij vraagt: kun je de leegste vrouw neuken of samen plegen? Ik noem maar de leegste vrouw, maar je zegt er niet bij dat ik een blinddoek mag. Plus een menselijke condoom. Dus betekent dat een heel condoom over heel mijn lichaam gaat. Snap je? Gewoon een ballon, zeg maar. Dus dat zou ik dan wel doen. En dan zou ik dat uiteindelijk wel gewoon doen, zeg maar. De BR Gaming vraagt: Kuné, ik kom hier praten over jou. Oké, okay, je mag wel, jongen. Volgende vraag is van It's Price PL. Hoe lang ben je in het echt? PS, wanneer samen opnemen? Ondertussen heb ik al opgenomen met hem, dus die vraag hoef ik niet te beantwoorden. En hoe lang ben ik? Zou ik eerlijk zijn? Ik heb totaal geen idee. Ik heb totaal echt geen idee hoe lang ik ben. Ik mag een 8 banen, dus lang genoeg zou ik zeggen. Ik heb echt geen idee. Sebastian Corporaal vraagt: Kuné, wat vind jij qua uiterlijk? Dus niet het lekkerste, maar qua uiterlijk het mooiste wapen in Call of Duty. PS, je bent baas, net zoals SpongeBob. De SpongeBob met deze baas, je bent hartstikke baas. Ik moet even opschieten, want ik ben afgelopen. Lekkerste wapen van Call of Duty vind ik... mooiste wapen, sorry. Mooiste wapen vind ik... de MP40 en Black Ops 1 en World at War. Dat is een Tweede Wereldoorlog setting wapen. Goeie wapen. Goeie aim. Ook geen recoil, maar het gaat er me niet om. Het gaat natuurlijk om het mooiste. De reden waarom ik die zo mooi vind is ook omdat die een Tweede Wereldoorlog komt. En kijk, die toekomstwapens zijn ook wel mooi, hoor. Maar ze zijn allemaal zo gedetailleerd, zeg maar. Al die kleine dingetjes eraan. En dat wapen heeft er totaal niets. Dus ik ga voor dat wapen. Dus ja, dat wapen ga ik. De laatste vraag is van Bart Walvoort. Hij vraagt: Kuné, ken je me nog van PlayStation 3? Bart 1705. Toen kijk je nog, voor mij spelen we altijd Black Ops. Zo, maar 2 samen, denk ik. Een Ghost ook wel eventjes, denk ik. Een MW3 misschien nog wel. Maar dat durf niet heel erg goed te zeggen. Maar toen kijk je nog. Maar we zijn aan het einde gekomen aan deze Q&A. Laat even een like achter, want over 15 à 20 likes moeten we wel kunnen halen, denk ik. Dan groeien mijn kanaal ook gewoon, hè. En dan laat er al nieuwe vragen achter, natuurlijk. Dus in ieder geval, laat like achter, abonneer voor meer. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Houden we, hè.